Oh, eerlijk zeggen, maakt niet uit. Als kind van 3. Ja. Ik ben echt niet goed in de hoog. Ja, dat maakt niet uit. Ik zat in groep 7, ik hield 710 keer hoog. Dat is echt zo, dat vergeet ik nooit meer. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe voetbalfit. Vandaag hebben we een speciale gast, namelijk Robert Suzan, aanvoerder van VV Katwijk. Stel jezelf eens even voor. Nou, ik ben Robert Suzan. Voetbal 8 jaar nu bij Katwijk. En gymdocent in het dagelijks leven. Dus dat doen we 5 dagen in de week en dan lekker erbij voetballen. 2 kinderen thuis zitten, 2 jongens, vrouw. Dus ik mag niet klagen. En je bent bij VV Katwijk gekomen in het eerste gelijk, toch? Ja, speelt al een, ik heb wel het, wel het eerste jaar veel te bang gezeten, maar tegenwoordig speel ik mijn wedstrijdjes wel. Ja, we zitten met Matthijs, Ryan, Michiel en Stan hier weer vandaag. Op de bank zit Guus, die komt er straks bij, want die heeft nog een vraagje voor je. Ja, top. Toen ik onderwerp aan het zoeken was voor deze mooie talkshow, toen zei ik, wie moet ik hebben als we het gaan hebben over gele kaarten? Nou, er zijn 2 namen genoemd. De een was Robert Suzan en de ander was... Ja, ik. Waarom denk je dat dat is? Ja, ik heb geen idee. Het laatste seizoen ben ik 0 keer geschorst geweest. Dus ik heb stapjes gemaakt, maar ik weet wel dat ik vroeger wel iets meer kaarten pakte dan gemiddeld toe was gestaan. Heb je daar voor jezelf dan een soort ontwikkelingsplannetje voor gemaakt of niet? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er wel mee bezig geweest. Ja. Het was wel structureel dat ik de laatste fase van de competitie altijd tegen een schorsing aan zat. En dan werd ik weer geschorst en dan was je bij de volgende gele kaart gelijk weer geschorst. Ja, dat voetbal toch even een stukje lastiger. En eigenlijk hadden we afgelopen seizoen had ik een weddenschap gemaakt met de voormalige trainer Dick Schreuder. En die zei... als jij niet geschorst wordt dit jaar, dan krijg je een etentje van. Nou, toen is hij snel gevlucht naar Amerika, want hij durfde dat etentje niet aan. Nee, maar het was me gelukt, dus... Geen 1 keer geschorst? Geen 1 keer geschorst. Ja. Matthijs. Ja. Matthijs. Ja, ik ben afgelopen seizoen 2 keer geschorst geweest. 2 rode kaarten en 4 gele gepakt. Waarom zoveel? Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik iets te gretig was. Nou, ja, ik nam ook dan de man mee in plaats van de bal. Was dat ook jouw probleem of niet? Dat viel er mij wel mee. Het was, het was wel eens een duelletje op middenveld of liep maar even aan. Ja, ja. Irritatie, hè, noemen ze dat. Ja. En dan, maar dan word je volwassener onder, denk je. Ja, toch wel wat. Heel vaak, ik heb ook een seizoen gehad, stond ik na 4 wedstrijden. De eerste 4 wedstrijden stond ik op scherp. Toen ook wel 3 gele kaarten te pakken. Ja, dat is lastig voetbal hoor, dan de rest van het seizoen. Ja, wat vinden jullie van videoref dan met WK? Ik weet het niet, wat ik ervan moet vinden. Aan de ene kant ja en nee. Want dan kan je wel heel goed zien natuurlijk of een kaart terecht is of niet. Het is geweldig, dat meen ik echt. Ja, ja jongen, het is zoveel discussie. Ik zie toevallig van de week weer in de Spaanse Supercup. Ja, grensrechter vlacht. De VAR gaat meekijken, nee, het is geen buitenspel, het doelpunt wordt gewoon goedgekeurd. Ja, dat is toch geweldig. Ja. Er gaat tegenwoordig zoveel geld om in het voetbal. En tuurlijk, bij voetbal is het anders. Kijk, bij tennis is een bal op de lijn, is die in, is die niet op de lijn, is die uit. Scheelt een millimeter, ja, scheelt een millimeter, maar het is duidelijk. En dat is bij voetbal niet. Dus dat is wel een stukje lastiger. Maar goed, het voorkomt wel een hoop discussies. Ja, en denk je dat het ooit in jullie klas tevoorschijn gaat komen? Kost dat te veel geld? Ja, ik denk dat dat te veel geld kost. Ja. Ik bedoel, zulke bedragen gaan er bij ons natuurlijk ook niet rond dat het zo belangrijk is allemaal. Ja. Maar goed, wie weet. Ik weet niet of het gaat. Zijn jullie nog op vakantie geweest? Ja. Matthias. Waar ben je geweest? Marveld, Groenlo. Wat heb je daar gedaan? Een beetje in een jacuzzi gezeten. En, lekker ontspannen. Ja, lekker ontspannen. Bioscoop geweest ook? Ja, ook. Toevallig? Ja, toevallig dan. Ja. Waarom deze link? Ja, ik voel me zo af. Ja. Hé, hey, Ryan, jij? Ik heb de hele week ziek thuis gelegen. Wat heb je thuis gedaan? Ja, het is ziek thuis gelegen. Stan? Ja, dat was feestelijk in Rijnsburg. Ja, dat was wel goud. Dat is goed. En wat heb je gedaan in de feestweek? Nou, ik moest 4 keer moest draaien, dus... Feestje gevierd? Ja, ook wel. Jij? Ik heb gisteren heb ik gemotorbiked en die week daarvoor heb ik quad gereden. En de rest van de week Fortnite? Ja, nee. Nee, ik ben ook nog gewoon leuke dingen doen. Oké, dus jullie zijn wel lekker actief geweest? Ja. Nee.
Nee, jij hebt wel lekker Fortnite. Nee, jij mocht niks, maar jij hebt wel lekker Fortnite te spelen. Nee, ik speel geen Fortnite. Het verre van die hype, Rob. Dat ze allemaal achter de PC zitten of de PlayStation. Ik kan er echt helemaal niks bij voorstellen. Nee? Nee, joh. Die gasten moeten lekker met een bal buiten lopen. Heb je het zelf eens gespeeld? Nee, nog nooit. Hoe oud zijn je kinderen? Eén. Dat zal nog net niet worden. Net niet. Maar stel je voor, die zouden dat doen. Dat heeft ook gewoon met de opvoeding te maken. Zo simpel is het ook. Die jongen van mij die kent ook de iPad beter uit zijn hoofd dan dat ik ken. Ja. Maar goed, ik vind het wel heel belangrijk dat hij gewoon buiten speelt. En niet als er één druppel naar beneden komt, dat hij naar binnen rent. Dus, beetje lekker bewegen. Beetje ravotten. Juist. Zoals, daar was een hart van. Wat had ik? De Nintendo 64. De Gun. En daar werd wel eens een spelletje op gespeeld. Tuurlijk, dat was leuk, s'avonds. Maar ik kwam niet uit school en ik dacht, yes, ik ga even lekker... Lekker gamen. Lekker gamen. Nee, totaal niet. Ja. Ja. Toch je kinderen van onze leeftijd niet zeggen. Nee, dat... wordt een steeds groter probleem, ja. Ja, is het echt een probleem, denk je? Ik denk wel dat het een probleem aan het worden is. Als ik werk de hele week met bewegende kinderen en ik zie wel heel duidelijk verschil tussen 10 jaar geleden en hoe de kinderen van tegenwoordig bewegen. En dat geldt niet voor allemaal, maar wel voor een groot deel. Ja. Maar je hebt ook voor sommige kinderen, die hebben alleen maar gamevrienden en die gaan dan niet naar buiten. En ik heb soms sommige vrienden die gamen. Of nu is iedereen op vakantie en dan kan je ook weinig naar buiten. Ja, je kan zelf naar buiten, maar of met mijn broer ballen, maar ja. Even een hele lullige vraag. Hoe vaak kan je de bal hoog houden? gewoon zonder dol. Nee, maar ik wil het hoog houden. En waarom je oefenen? Dan kan je het oefenen. Oefening baart kennis. Ja. Maar ongeveer. Gewoon als ik nu een bal geef, hoe vaak hou je hem zeker hoog? Gewoon eerlijk zeggen, maakt niet uit. Als kind van 3. Ja. Ik ben echt niet goed in omhoog houden. Ja, dat maakt niet uit. Ik zat in groep 7, ja. Ik wilde 710 keer hoog. Dat is echt zo, dat vergeet ik nooit meer. Dat is echt zo. En dan heb ik misschien iets meer talent. Ja. Ik bedoel, maar ik stond gewoon in mijn eentje uren hoog te houden. Ik stond gewoon in de tuin of voor de deur op de straat. Ja, dat was een keer geen vriendje. Dan ging ik zelf wel met een bal spelen. Respect. Nee, maar dat is wel het verschil. Ja. Vroeger had je ook niet... alles maar om even thuis op de computer, even internet even doen. Dat had je niet. Dus dan ging je gewoon met een bal spelen. Vorige week toen ging ik ook voor het eerst weer in mijn eentje een balletje trappen. En ja, het is gewoon raar. Want meestal voel je mijn vrienden. En als vrienden niet kunnen, ja, dan ga je gamen. Maar dan ging ik gewoon weer bij mij voor een balletje tegen de muur trappen. En dan merk je wel het verschil van vroeger en van nu. Ja, dat geloof ik gelijk. Als ik niks te doen had, dan had een hond thuis, ging ik die hond uitlaten. Maar stond ik gewoon anderhalf uur ergens op te mikken. Met links, met rechts, wreven, binnenkant voet, alles. Ja. Ja. Ja, daar leer je wel van voetbal. Ja, ja. Dat zie je nou ook. Je speelt niet voor niets in Katwijk 1. Ja. Hey jongens, jullie hebben allemaal volgens mij wat vraagjes voor Robert. Brand los. Ryan. Ja, wie was jouw moeilijkste persoonlijkste tegenstander? Die echt tegenkwam? Mijn moeilijkste tegenstander? Ja, dat zijn er wel een aantal. Ik had altijd die kale van Barendrecht, die Joey Jong, die nu bij ons voetbalt. Ja, dat was altijd pittig om tegen te spelen. Ik vind Tavares van Kozakko was altijd, was erg goed, samen met Stout. Dat wisselde wel door, dat zijn wel de jongens waar ik echt de meeste moeite mee heb. Ja. Stan? Is er nog een club waarvoor je ooit nog wel eens zou willen spelen? Zo ja, welke? Nou, in principe wil ik het liefst gewoon bij Katwijk blijven. Katwijk is wel echt mijn clubje geworden. Alleen ik zeg wel altijd in de voetballerij, zeg nooit nooit. Matthijs? Goed. Ja, wat is tot nu toe je mooiste seizoen bij Katwijk geweest? Mijn mooiste seizoen? Ja, het is een beetje cliché, maar het zijn er toch wel twee. Het jaar dat we Nederlands kampioen werden in de topklasse. Ja. En afgelopen seizoen natuurlijk. Afgelopen seizoen was wel heel zwaar. Maar de ontlading op het eind... Dat maakte ook alles goed. Ja, daarom. En 5, 6 jaar geleden werden we geloof ik 3 wedstrijden voor het eindkampioen. Dat is ook geweldig, maar zonder te spelen, op een groot scherm kijkend. En dit is toch wel, dit had ook wel wat. Ja. Giel? Heb je een goede band gehad met Paul de Lange? Die gestopt spelen? Ja, absoluut. Eerste anderhalf jaar konden Paul en ik elkaar wel vermoorden. Waren we geen goede vrienden, maar op veld ging het wel.
Maar we zijn, daarna zijn we echt naar elkaar toegegroeid en zijn we echt maatjes geworden. Dus dat, ja, jammer dat hij er niet meer is. Heb je er vertrouwen in dat Katwijk de lijn die ze de afgelopen paar jaren hebben door weten te zetten, nog 10 jaar door kan zetten met de jeugd die afneemt? Met veel jongens van de A1 van afgelopen jaar die naar andere clubs verhuizen? Ja, het is wel een puntje bij Katwijk dat de jeugd ja, niet het hoogste niveau heeft. Ik bedoel, als je kijkt naar de jeugd van Quick Boys, waar je zelf voetbalt, hè, dat, ja, dat staat een stukje hoger aangeschreven als de jeugd van Katwijk. Maar goed, ja, het is moeilijk om over een lijn van 10 jaar te kijken. Maar ik denk de komende jaren dat wij nog wel, dat wij wel de lijn door gaan zetten. Wat wil je doen als je niet meer voetbalt? Zou je dan trainer worden of iets anders? Ja, de planning is wel om trainer te worden. Eerst, gewoon bij Katwijk? Bij Katwijk. Ja, dat zou mij schaaf zijn. Die glinstering in zijn ogen. Ik ben wel een klein beetje jongen van de club geworden. Dus dat, dat zou ik wel heel erg graag willen. Maar dan moet ik eerst wel de hoogste diploma's gaan halen. En dat gaat ook wel een tijdje duren. Dus dat, maar goed, ik heb al TC3 heb ik al. Dus het is alleen 2 en 1 nog halen. En dan zou het ooit in de toekomst mooi zijn. Ja, dan zien we hopelijk over jou weer over een paar jaar terug als trainer. Ja. Dat is wel te hopen. Ja, maar ik ben nog niet gestopt, hè? Ik wil nog een paar jaar mee. Ja, geef je voor de wedstrijd nog een toespraak in de kleedkamer? Ja, ik zeg altijd wel wat. Ja. Het is niet, niet echt een toespraak dat ik de jongens bij elkaar roep en doe. Dat doe je vaak voor belangrijke speciale wedstrijden. Maar ik zet wel altijd even, probeer ik iedereen op scherp te zetten. En even de toon te zetten in de kleedkamer, zodat we goed naar buiten gaan. Katwijk, ik heb 2 nieuwe spelers van Jong Utrecht. Bart Sintuur en Jan Willem Tesla. Andere nieuwe spelers zijn Jordi Tilmerman van FC Volendam. Joey Jongman van Barendrecht. En Noren Alagan van FC Emmen. Katwijk heeft ook nog een speler uit de tweede, Patrick Smit. En wat denk jij met de nieuwe spelers? Bouwen aan de relatie met het team of kunnen ze echt al vlammen? Nee, je moet altijd, voorbereiding heeft altijd wel zijn tijd nodig. Ik bedoel, iedereen moet wennen aan elkaar, de manier van spelen, de manier van vrijlopen. Het zijn toch allemaal kleine details waar je met elkaar op moet trainen. Maar goed, ook goede voetballers die hebben wel snel een klik. Dus dat, daar ben ik absoluut niet bang voor. Nou, goed om te horen. Bij deze sluiten we ook deze video af. Leuk dat je hebt gekeken, doe een duimpje omhoog. Hebben jullie nog wat te melden, jongens? Dan is het tijd voor applaus.